In het Zelda-spel The Wind Waker liep ik vast op Windfall Island. Toen die tijd kon je niet googlen, hoe kom ik dan van dit eiland af en ga ik naar de volgende. Dus vroeg ik het aan mijn goede vriend Robin en die zei, volgens mij, je moet wachten totdat het nacht is en dan kan je gewoon door naar het volgende eiland. Ik bedacht me, hoe stom is het dat ik die optie niet geprobeerd had, maar wat wel ontstond was ik die een vriend om hulp vroeg. En vandaag de dag sluit ik dat soms uit, waardoor ook vriendschappen langzamerhand verwateren. Want het lijkt erop dat Google en internet alle antwoorden hebben op de vragen. Hierdoor lossen we problemen misschien wel sneller op, maar soms is het gewoon leuker om die vriend te vragen. De boodschap die ik in deze video mis, is dat we vandaag de dag met internet dom worden gezien als we zelf iets niet hebben opgezocht. Want in principe kan je alles gewoon zelf onderzoeken. En dus de vraag stellen aan die goede vriend of vriendin wordt moeilijker. Want je kan het gewoon googlen, maar je bent gewoon leergierig als je dan iemand vraagt. En het is alleen maar mooi.